Isabel, jij bent slim. Wat moeten we doen? Ik moet dit fixen. Eens kijken. Daar! Ik weet hoe ik ze kan redden. Maar dan heb ik wel mijn tas nodig. Oké, we moeten erin springen en naar de kant zwemmen. Maar ik kan niet zwemmen! Ik heb een plan! Oh goed, maar schiet op! Oké, we zijn er. Isabel, kijk! We moeten snel zijn. Pak die stenen. Schiet die stenen met het elastiek van mijn bril naar de zwakke plek van die kristallen. Waar is die zwakke plek? Het dunne gedeelte. Richten in een hoek van 65 graden en laat dan los. Je kan het best. Het is weer gelukt. Goed, ga door. Hou vol, Quinten. Wow. Oh, daar willen we niet tegen op botsen. Huh? Misschien kan ik... Ik ga ons aan de kant trekken. Nee. Pas op. Het komt heus wel goed, Quinten. Wat is dat gebulder? Ze zijn bijna hier. Maar we hebben nog maar één steen. Dat mag je niet missen. Nee. Wat moeten we nu doen? Ik heb het. Gebruik dit. Oké, ik probeer het. Schiet op. Hey, wat doen jullie? Isabel! Het spijt me dat je door mij in de problemen kwam, Elena. Het kan soms moeilijk zijn om vrienden te maken, maar jij bent geweldig. Precies zoals je bent. Jij hebt ons gered door jezelf te zijn. Je hebt gelijk. Goed. Hoe gaan we hier uitkomen? Ik heb wel een idee. Dus precies 1 kopje elasticasap. Oké. En 1 kopje vocht van de maanstruik. Alsjeblieft. En giet het nu in de beker. En zo maak je Aveloraans rubber. Wow. En nu, als mijn berekeningen tenminste kloppen, kunnen we dus gewoon naar boven springen. Ja. Er is meer dan genoeg voor iedereen. Dus komen jullie?